Iedereen heeft het kunnen zien. Dat was uh, ja, gewoon niet goed van onze kant, de de helft. En uh, ja, dan komen uh, we nog met tien man te staan en dan uh, weet je dat het een zware dag gaat worden. En uh, ja, de tweede helft hebben we gestreden en uh, ja, probeer hoop nog op die kansje die je krijgt om een goal te maken. En die kwamen er ook. Helaas scoor je dan niet. dan kun je misschien nog een beetje hoop want we hebben vaak ook met tien man of, uh, of acht standen omgebogen. Dus je moet erin blijven geloven. Maar ja, dat was, uh, zat er vandaag niet in. Nee, de wedstrijd volgt op drie overwinningen. Tegen ja, ploegen waarbij ik zou kunnen zeggen, daar moet PSV van winnen. Dit was de echte krachtproef. Wat is duidelijk geworden? Nou ja, wat is duidelijk geworden? Kijk, uh, het is een beetje moeilijk te beoordelen. Je begint gewoon niet goed aan die wedstrijd. En, dat, uh, en dan uh, sta je op een gegeven moment ook met tien man. Dus dan, uh, dan is het al een hele andere wedstrijd. En dan is het geen krachtproef meer. Dan is het gewoon, uh, ja werken, maar ja, dat moet je ook met z'n 11 doen. En als, als wij dat met z'n 11 ook doen van het begin af aan, dan denk ik dat wij sterker zijn. in heer alleen, uh, ja, zij overklasten ons uh, af en toe en uh, maken ook een paar goede goals. Moet ik zeggen, ja, hebben jullie misschien niet toch, toch te veel kwaliteit ingeleverd? Nou ja, kijk, uh, je wil altijd zoveel mogelijk spelers en uh, ja, zoveel mogelijk concurrentie, zoveel mogelijk kwaliteit. En uh, ja, PSV heeft hiervoor gekozen op dit moment en dat uh, ja. Natuurlijk wil je graag uh, zien dat er veel aankopen komen, veel goede spelers. En dat, uh, maar ja, we hebben, we hebben een paar jongens gehaald en dat, uh, die, 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 ja, die hebben ook zeker de kwaliteit wel. En, en ook de jongens die, die een stap moeten maken weer om verder te groeien, die hebben dat ook. Alleen, ja, je hebt nu drie overwinningen behaald en nu verlies je één keer. Dan moet het niet direct uh, paniek zijn denk ik. We moeten ons gewoon weer focussen en kom er komt een hele lekkere wedstrijd aan volgende week natuurlijk. Ja, het is mooi lekker noemd na zo'n wedstrijd als uh, vanmiddag. Aan de andere kant, ja, dat is ook een wedstrijd uh, voor de Revanche in eigen huis. Zeker, daarom, daarom zeg zegt dat ook. Uh, het is gewoon, uh, zulke wedstrijden zijn altijd wedstrijd op zich. En dat uh, ja, is natuurlijk geweldig. Dus uh, daar uh, kijk ik heel erg naar uit. Ik uh, met het hele team ook. En uh, vooral nu na zo'n uh, wedstrijd als vandaag. Dan, uh, ja. Ja. Is dus dat wat je heel snel moet doen en we dus zorgen dat je daar klaar voor bent. Ja, uh, het ontbrak vandaag soms aan, aan teamspirit, aan, aan eenheid. Is het, dit niet het moment om een ultieme teamplayer weer in te zetten in plaats van toch de spelers die meer individualistisch zijn? Wat bedoel je daarmee? Jou. Ja. Ja, ja kijk, dit is, uh, kijk, ik wil heel graag spelen. En, uh, het, uh, dat, ja, dat is iedereen die op de bank naast me zit, heeft dat ook. Die, die zit zichzelf op tevreden daar. Maar dat hoort ook. Uh, ik denk bij elk team dat dat zo is. Dus uh, ja, ik, ik, ik zou Natuurlijk, uh, ik sta te popelen om weer te spelen. Maar het is eigenlijk de keuze van de trainer. En uh, ja, dat, dat uh, de laatste wedstrijd gewoon goed is gegaan, dan, dan hou je daaraan vast als trainer. Dat is logisch. Dus uh, ja, uh, kijk, er is natuurlijk iemand die rode kaart heeft gehad. Dus, ik weet niet wat daarmee gebeurd gaat worden want ik hoorde dat het misschien ook geen rode kaart was maar ja dan is op zaterdag volgende week ook waarschijnlijk weer anders dus we zullen zien.